Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Soms nog wat bewolking boven Nederland, maar ook plaatsen waar de zon uitbundig schijnt en het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op naar 18 tot 20 graden en we hebben een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag worden de stapelwolken wat groter en kan er lokaal een enkele bui vallen. Temperaturen dan tussen de 24 en 26 graden. Op de Waddeneilanden blijft het kwik wel achter, maar daar is dan weer de meeste zon. Misschien dat er een enkele bui valt in de avond. De kans erop is het grootst in het westen van het land en er kan dan onweer bij zitten. De temperaturen gaan vanavond langzaam omlaag en vannacht blijft het kwik rond de 19 graden hangen. Voor 20 graden is de grens voor een tropische nacht, dus daar zitten we dichtbij. Morgen dan plakkerig weer, 25 tot 31 graden. In de middag een verdwaalde onweersbui. En in de loop van de middag van het zuidwesten misschien een georganiseerde buienlijn. En dat kan gevaarlijk weer opleveren met hagel, onweer en zware windstoten. Ook vrijdag nog onweersbuien, zaterdag een laatste bui en zondag is het meest droog. Temperatuur valt iets terug naar een graad of 20, maar het weerbeeld is dus wel een stuk vriendelijker. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.